Hi, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Even een stukje ervoor, want ik kwam erachter dat ik nog echt wel leuke beelden heb van vorige week. Een kijkje in de vrachtwagen, hoe mijn bloemen geleverd worden en wat beelden in de winkel. Dus ik dacht, het is te leuk om het niet te delen, maar het is weinig voor een hele vlog. Dus die laat ik eerst even zien en dan gaan we weer door naar deze week. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Vind je het leuk? Doe alvast een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk gratis. Dan help je mij weer mee. En dan gaan we gauw beginnen. Veel kijkplezier. Zo, ik ben nu in de vrachtwagen. En we gaan lossen. Heel veel mooie bloemen weer. Allemaal vers. Elke dag vers gebracht. Dus we gaan het gauw naar binnen brengen. We staan er weer allemaal mooi in. Echt, ik vind dit al het mooiste. Hè? Als alles er weer mooi in staat, mooi strak op kleur. En dan kunnen we weer verder met boeketten maken. En super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag neem ik jullie weer mee in de winkel en laat ik jullie zien hoe mijn werkdag eruit ziet. Dus kijk gezellig mee. Ik ga nu eerst beginnen met alles buiten zetten en klaarmaken voor de dag. En dan lekker boeketten maken. Ik heb al nieuwe bloemen binnen, dus die ga ik ook in de stelling zetten. En aan de slag. Ik sta nu voor de bloemenstelling. Ik ga even mooie bloemen uitzoeken en dan ga ik er even mooie boeketten van maken. Ik zal jullie even een klein beeld geven van welke boeketjes ik vandaag al heb gemaakt. Een klein deel ervan natuurlijk. Anders dan wordt het wel een heel lang filmpje. De stagiaire heeft vorige week haar examenopdracht gedaan, hier in de winkel. En ik dacht, ik vind het echt leuk om te laten zien, want ik ben echt heel trots op haar, hoe ze dit heeft gemaakt en hoe ze het neer heeft gezet. En ze heeft echt alles uitgehaald, dus zeker de moeite om even te laten zien. En er zijn al wel wat dingetjes van de tafel verkocht, dus er stond iets vol, hè. Maar goed, dat moeten jullie er even bij denken. Het gaat om het idee hoe ze het gemaakt heeft. Ze moest een vernieuwende etalage maken. Dat heb ik helemaal met haar doorgesproken. Dat is een mooie fietsenwielen heeft ze allemaal gespoten en daar kunnen we dan de hangplantjes aanhangen. En hierachter kun je plantjes opzetten. En dat loopt over in deze etalage. En heeft ze ook allemaal weer mooie banden in. Dus echt super gaaf, heel trots op. Zo, het is ondertussen 2:30.
We hebben net even gauw gegeten. Het was vanochtend wat drukker dan ik dacht. Veel drukker. Niet helemaal genoeg bloemen, dus ik heb net bloemen bij besteld. Dus die ga ik even op water zetten. En dan ga ik weer verder met boeketten maken, want dat is ook weer nodig. Zo, het is tijd om weer in de kassa aan het werk te gaan. Dat werk gaat eigenlijk altijd door. Ik loop 2 keer per dag, ga ik alles water geven, vooral met wat warmere temperaturen en soms zelfs 3 keer. Om je bloemetjes zo mooi mogelijk te laten bloeien, kun je het beste even af en toe de dode bloemetjes eventjes uitplukken, het gele blad eraf halen, of bruin blad, kan natuurlijk ook, want dan heeft hij alle kracht weer om te bloeien. En zul je zien dat je plant veel langer mooi blijft en dan geeft veel mooier bloemen en veel meer bloemen. Dus ja, af en toe even het gele blad eraf, uitgebloeide bloemetjes eruit en dan heeft hij weer kracht om nieuwe knopjes te maken. En zul je ook zien dat hij heel veel knoppen heeft, kijk zoals deze ook. Dus ja, het beste is om het eventjes dagelijks langs te lopen, dan kun je het ook heel goed bijhouden. Maar goed, zeg je, ik doe het 1 keer in de week, ja, is dat prima. Maar heb je mooie potten met planten staan, dan raad ik het zeker aan om te doen. En nu hebben wij hier natuurlijk heel wisselende handel, dus ja, wat vandaag binnenkomt is morgen bij wijze van weg. Maar goed, alsnog loop ik elke dag 2 of 3 keer door de kas. Sowieso met de warme dagen 3 keer water geven. Ik begin normaal gesproken 's ochtends, 's avonds. Met warme weer doe ik het 's middags ook nog eens een keer extra, want de kast is heel warm. Maar wel heel zonnig, dus echt heel goed voor de planten. En ik pluk 1 keer op een dag de hele kast loop ik langs om eventjes te plukken en eventjes de dode bloemetjes eruit te halen. Zo hou je het gewoon echt heel mooi bij en je bloemetjes blijven ook gewoon echt veel mooier. Ziet er natuurlijk sowieso netjes uit. En ik vind het werk echt heel fijn om te doen. Ik vind het gewoon ja, een beetje rustgevend of zo. Ik ben helemaal niet zweverig, maar ja, ik mag graag in de kas aan het werk zijn. Ik ben trouwens nog wel even nieuwsgierig. Wat is jullie favoriete buitenplant? Nu in deze tijd. Kijk, de buitenplanten beginnen natuurlijk nu allemaal weer. De soorten worden ook veel groter. Heb jij een favoriete plant? Of heb jij een plant thuis staan die je echt super mooi vindt? Laat die onder weten. Of als je nu weet welke plant het is, mag je natuurlijk ook een foto achterlaten. Vind ik het leuk. Dan zal ik vertellen welke plant het is. Dus ja, ik ben nieuwsgierig. Wat is je favoriete plant? Zo, de kasten zijn weer helemaal mooi en netjes. Ik heb trouwens vandaag hulp. Dat heb ik nog helemaal niet verteld. Maar kijk, dat is onze topper. Oh. Dat is mijn broertje en die helpt me vandaag. En die is echt zo wees geweest. Echt blij mee. Ik maak even de plantenbakken. En dan zit de dag er alweer op. Ook een beetje donker. Ik maak even plantenbakken en dan zit de dag er alweer op. Ging echt snel vandaag. Zo, de dag zit er weer op. Ik ga alles op slot doen. En dan ga ik mijn broertje kateren op McDonald's, want dat heeft hij wel verdiend. Goedemorgen, het is weer zaterdag en dat vind ik altijd een leuke dag om te werken. Hè? Iedereen heeft weekend, dus iedereen is vrolijk en ja, gewoon een leuke werkdag. Dus ik ga gauw aan de slag. Zo, en ik ga beginnen natuurlijk weer met buiten zetten en de spullen naar buiten. En ja, dan begint eigenlijk het standaard boeketten maken en bestellingen maken en dat soort dingen. Het is weer tijd om boeketten te maken. Mooi structuurboeketje. Wat anders laten zien. Ik ben namelijk elke zaterdag komt er een video online over bloemschikken. Dus een cursus bloemschikken. Elke keer wat anders. En ik ben gisteren met zoiets leuks bezig geweest. Ik ben daar zelf helemaal enthousiast over. Kijk. Deze krans met droogmaterialen. Echt leuk. Ik weet niet of die online staat als je deze video kijkt. Misschien wel, misschien niet. Ik
Ik weet niet precies hoe die ingepland staat. Maar elke zaterdagochtend om 8 uur komt er dus een video online. Dus neem een kijkje. Zo, de dag zit er bijna op en we zijn aan het opruimen. Ik heb vandaag niet zoveel gefilmd, want het was gewoon te druk. Maar ik wil nog wel even dit laten zien. Want die is dus af. Twee stuks voor de nieuwe cursus, zoals ik net al vertelde. Dus die gaan we ook zien. Dat bloemstuk daar gaan we ook zien in de cursus, dus dat is zeker leuk. Dus ja, houd mijn kanaal in de gaten. En ik hoop dat jullie dit wel een leuke vlog vonden. En dan zie je me de volgende keer weer. Doeg!